In de vorige video zei ik dat ik op bezoek zou gaan bij ondernemers, maar toen trilde mijn telefoon en werd ik gevraagd om hier eens een kijkje te nemen. Hier worden over 35 kilometer nieuwe damwanden langs het Twentekanaal geplaatst. Die damwanden zorgen ervoor dat het water in het kanaal blijft en dat de oevers niet afbrokkelen. Bij het plaatsen van die damwanden komen trillingen vrij en daar weet expert Duurt Casimir alles over. Duurt, hoe werkt dat precies met het plaatsen van de damwanden hier? Als je de damwanden gaat plaatsen, dan plaats je met een grote bek over de damwand. En die brengt de hele damwandplank in trilling. Dan zal het zand waar de plank op staat gaan verweken. Dan ontstaat er drijfzand. En drijfzand zorgt ervoor dat de plank makkelijk de grond in gaat. Het is eigenlijk een beetje zoals je met je voeten in zee staat. Dat als je dan staat, dan zak je voeten een beetje weg. Ja, als je op de overgang van zand en water komt, sta je in de branding. En in de branding is het zand volledig verweekt. Als je stilstaat, is er niks aan de hand. Maar zodra je gaat bewegen, dan zak je weg. Het maakt best wel een beetje herrie, hè? Je hoort het heel goed. En je kunt er ook wel goed voelen. En we meten ook de trillingen. Dat doen we ten aanzien van schade, om schade te voorkomen. En tijdens de uitvoering wordt de trilling ook gemonitord. Zodat je ook tijdig kunt ingrijpen, mochten de trillingen te intens worden. Maar nu staan we hier al een tijdje en het gaat echt heel erg snel. Dus ik kan me voorstellen dat jullie ook zo weer weg zijn. Ja, wij doen ongeveer gemiddeld 40 meter per dag. Dus zo'n stelling staat zomaar bij achter het huis, maar is ook zomaar weer weg. Rijkswaterstaat meet dus de trillingen van het plaatsen van de damwanden. Maar hoe gaat het nou precies? Helene Driessen woont hier langs het kanaal en bij haar heeft meetapparatuur gestaan. En mevrouw Driessen, was u bezorgd toen u hoorde dat hier damwanden geplaatst zouden gaan worden? Behoorlijk, want we lazen in de krant van alles over het kanaal Almelo-De Haendrik. En we waren er helemaal niet zo blij mee dat er hier ook aan dit kanaal gewerkt zou gaan worden. Er heeft ook meetapparatuur bij u in huis gestaan, hè? Dat gaf ons wel een heel veilig gevoel. Want van tevoren is er een bouwkundige vooropname geweest. Dat alles wat er aanwezig was, aan het schuren en zo, dat is allemaal gedocumenteerd. Zodat je eventuele schade achteraf goed aan kan tonen. En het was ook heel prettig dat na afloop van het werk teruggekoppeld is, dat de trillingen ver beneden de veiligheidsnorm waren gebleven. Als u nou terugkijkt op het plaatsen van de damwanden, met wat voor gevoel kijkt u daarop terug? We zijn blij dat we alle mogelijke technische informatie gekregen hebben, waardoor we er gewoon die hele periode wat rustiger over hebben kunnen slapen. Fijn om te horen dat het eigenlijk allemaal heel goed en snel gaat met de werkzaamheden. De volgende keer ga ik kijken bij de recreanten die gebruik maken van het kanaal.